Oké, we gaan het superpopulaire Lightning Roulette spelen. Om precies te zijn, Lightning Roulette Live van de spelontwikkelaar Evolution Gaming. Voordat we het geluid aan gaan zetten, heel even een korte introductie voor degenen die dit spel nog niet kennen. Bijna alle regels zijn eigenlijk identiek aan het standaard Europees roulette. Het enige verschil is dat de uitbetaling bij Lightning Roulette minder is. Waarbij je bij het traditionele spel 35 keer je inzet pakt als je op een heel nummertje inzet. Pak je bij Lightning Roulette maar 30 keer je nummer. Het algehele uitkeringspercentage ligt dan ook lager. Volgens mij is het bij het originele Europees roulette is het 97,3. En bij Lightning Roulette is het uitkeringspercentage 97,1. Dan vraag je je af, waarom zou ik dan in hemelsnaam Lightning Roulette gaan spelen? Nou, heel simpel. Ze hebben er namelijk een hele gave feature aan toegevoegd, de Lightning Strike. Die zie je hier eigenlijk al op het scherm. Voorafgaand aan elke speelronde wordt de Lightning Strike geactiveerd en wordt eraan wordt er een diverse multipliers gekoppeld aan een of meerdere random getallen. Stel, jij zet in op 21, een euro in op 21. Dan kan je normaal bij normaal roulette maximaal 35 keer je inzet terugwinnen. Bij Lightning Roulette kan je met de Lightning Strike, als die precies op dat nummer of aan jouw nummer gekoppeld wordt en het balletje valt daadwerkelijk ook op dat nummer, kan je 50 keer tot wel 500 keer je inzet winnen. Ja, dat geeft wel zo'n dynamiek aan het spel dat gewoon eigenlijk elke ronde bijna spannend is. Eén nadeel is wel, of nadeel eigenlijk meer een vereiste, is dat die Lightning Strike en de bijbehorende multipliers, die win je alleen als je op één nummer inzet. Dus op twee nummers tegelijk of op even oneven en zo, dat telt allemaal niet. Je moet echt vol op één nummer inzetten. Maar goed, ik zeg al, Right, congratulations, winners. Good luck in the next round as well, ladies and gentlemen. Dat hebben we echt al super gaaf gedaan. En we gaan het gewoon proberen. We pakken 5 euro. Ik zet altijd in op 21. En wat zit er omheen? We gaan dadelijk even op het wiel kijken wat er omheen zit. Kijk, nou trekt zij aan die hendel. Lightning Strike gaat van start. Dus nou moet eigenlijk 21 een van die nummers zijn. Nou zijn het maar twee nummers. Kunnen er maximaal 3 of 4 zijn. Of soms zelfs wel 5. Dus als je nou ingaat op 16, ingezet had op 16 of 26. Had je een dikke multiplier gekregen. Maar had niemand iets gewonnen, want hij valt uiteindelijk op 35. Dan heb ik weer niet gekeken wat er naast die 21 zit. Op het rad dan, hè? Want wat op het scherm is, het is niet altijd dezelfde volgorde als op het speelrad. Nou, zoals je ziet, werkt het spel ook met een live dealer. Die loopt het een en ander aan elkaar. Dit is Meeting. Nou ja, ik noem maar iets. Ik mag geen grap maken over Chinees. Hey, 21. Kijk. 50 keer. Alsjeblieft. Als je nou op 21 valt, win ik 50 keer 5 euro. Oeh. Daar zit 21. Ik zie hem niet eens. Ja, ik kan er wel rat niet eens voor, maar we gaan even kijken. En let me remind you with our hot numbers as hot as you guys. 0, 28, 14, 15 and 820. Volgens mij nou 18 en 21 gedaan. Tientje inzet totaal. Lightning numbers. I'm not saying you are cute. Oh, thank you. Maar ik vind het altijd fijn om de nummers aan een sluit op het wiel te doen. Nou, oké, multipliers. Oh, dadelijk naast die 0. Dat is makkelijker te zien. Winning number, that is dat is red, 32, 15 en 19. Dan even terugschakelen naar een 32, 15 en 19. En dan zetten we op 19, 2 euro. Hallo, hallo, to our new players. Welcome to Unibet. I hope you're having a great time. Oh fuck, ik heb die. Moeten we op de. Op de lijn telt dus niet, dus moeten we op dat nummer zetten. Are you guys excited for the lightning numbers? I am. 3 lightning numbers, 4, 12 and 24. Helaas, niet aan mijn nummer. 50 access.
4 en 21 en 2 pakken we dadelijk ook. Winning kijken. Number that is 18 red. 2 naar 15, 19, 4, 21 en 2. Yes, it is from the zero section as well. But the time is open, place your bets. Dan 4, 21 en 2. Dat is top, want dan pak mijn nummer bij en mijn eigen nummer. Doe ik 3. Zet ik 9 euro totaal in. En je kan op herhalen drukken om, als je op een gegeven moment je tactiek klaar hebt en je weet welke munt je waarop zet, dan druk je gewoon op herhalen en doet hij elke keer dezelfde inzet. 25, die wou ik eigenlijk doen, maar dan blijf ik bezig. Zo zien valt hij nou op 25. Maar moet dus in de buurt van die groene vallen. Oh! Winning number, dat is 2, ja, dat heb ik al op. Even number first does it. Toch? And that is from the ja. Section. Betting time is over. Of niet? Laatste win, 30, ja. 30 euro. Dat is toch leuk, ik had 9 euro inzet. Dan had ik dus een multiplier op moeten vallen. Het gevaarlijke hierbij wel is dat je geneigd bent om op heel veel nummers in te zetten. In de hoop dat daar dan een multiplier aan gekoppeld wordt en dat je dan een leuk bedrag wint. Maar die 500 keer, die valt niet heel vaak. 9 of 26, die hebben we allebei niet volgens mij. Nee, dat zou wel 100 keer zijn, dan wordt het meteen wel leuk. Nee, daarom is het zo moeilijk te zien als dat ding rijdt, dus daarom heb ik in de buurt van die 0, dan weet ik dat ik rechts van de 0 moet kijken, daar moet een balletje dan eindigen. En dan zit ik altijd goed. En dan zal ik 25 ook nog pakken. Die staan volgens mij nog net naast. Maar het mooiste zou zijn als hij 19 of 21 dan, als hij daaraan gekoppeld wordt. Kom op. Mado, where are you from? I am from the Philippines. Two lightning numbers in here, 4 and 31. Under 4, that's 100. Nee, weet je niet. Ik heb nog geen geluk. Ja, net één keer op de 21 volgens mij, maar toen viel hij er niet op. Kom op, in de buurt van die 0. Doe het. Nee, niet eens in de buurt. Winning number, that is 24 black. Even number, second dozen. Cold number as well. So betting time is open. You can now place your bets. Top winners of this round are Mado, Beefy Boy, Buddha, ja, dit spel is eigenlijk sorry. Vooral leuk voor de mensen die roulette sowieso ook leuk vinden. Two of them are high numbers and one is a low number. You still have time to place your bets. En het geeft die Lightning Future ook al is de kans dat jouw dat er een multiplier gekoppeld wordt aan degene waar je op inzet vrij klein. Dan moet hij dan ook nog eens vallen. Die is er op een of andere manier altijd eromheen. Maar dan moet hij daarna, ook al is er een multiplier gekoppeld, moet hij ook nog eens op jouw nummertje vallen. Dus die kans is heel klein. Winning number 8, black. En nu verlies ik elke ronde dus een tientje. Dus je moet eigenlijk één keer in de 10. Want als hij erop valt en je wint een multiplier van 100 keer, dat is wel vrij pittig. Dan zou ik ter iets 1 op de 10 keer zou ik hem moeten winnen om überhaupt break-even te spelen. Dus het is wel, wel tricky. Het lijkt namelijk heel verleidelijk en 500 keer je inzet winnen. Maar die 500 keer valt dus bijna niet en die 250 keer ook bijna niet. Zo zie je, nou valt hij. Hier, 200 keer, dat is dan wel leuk. En je moet eigenlijk het geluk hebben dat als je hem... Ah, precies aan de verkeerde kant, hè. Je moet dus het geluk hebben dat hij eigenlijk de eerste 10 rondjes dat je meespeelt, dat hij dan valt. En dat is wel het nadeel, als die multipliers niet aan je nummers koppelt, dan verdwijnt de lol ook wel vrij snel. En dan je precies allemaal daarnaast, hè? Dat is mogelijk, joh. Net allemaal voor die 0.
Doe nog één keer deze tactiek en dan gaan we een andere tactiek proberen. Dat is 22 black high from the zero section. Dat is wel de tweede keer dat hij daar opvalt. Hierna gaan we gewoon een vakje kiezen. Dus we blijven wel bij 21, maar dan pakken we bijvoorbeeld 19, 20, 21, 22, 23 en 24. Hey, blijf hangen. Kom op, want volgens mij was net die 21. Oh nee. And all of them are 50 axes. Winning number, dat bij die 22. That is 9 red, odd number in the first dozen. From our fallen section. Oké, okay, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Oh, zo. 21, doen we drie keer. Winners are 11. 1, 2, zo. Oké, so in here, 0 again. Zetten we weer een tientje in. Oké, better close. Wil zien, nou valt hij helemaal niet in de buurt. Lightning numbers, where are you? 3 lightning numbers in here, 8. 31 and 36 under 36. Amazing. Ongelooflijk, ja, precies al die multipliers precies op de verkeerde plek. En ook precies ernaast. Dat is ook wat zo frustrerend bij roulette. Herhalen. And now you can place your lovely better open. Stop winners, Maddo. Maddo, you're there. That's right. En je kan ook voor de gelukstreffer gaan. Dus in plaats van 10 losse getallen. Yes? Je kan ook gewoon een tientje zetten op één getal. En als je dan bijvoorbeeld een tientje zet op 21 en hij valt dan met een multiplier, dan win je meteen 1000 plus. Als je geluk hebt. Of 500 plus. Precies ernaast ook. Dat is me ook geluk. Nee, ik heb er geen geluk mee. We zetten gewoon een rijtje extra, dat doen we drie keer. Dan zetten we die en die. Dat tikt wel snel aan, ik heb bijna alweer anderhalve mei verloren. Laat één keer die lightning erin vallen. Kom op. Bets are closed and now time for lightning round. Three lightning numbers, 1, 13 and the 30 under 1,100. Nog steeds ernaast, we mogen. Je moet wel altijd oppassen, ik zet nu 15 euro in, maar als er dus geen multiplier gekoppeld zit, win ik maximaal 30 euro. 26. Oh, die heb ik gelukkig. Maar 2 euro opzet, 60 euro, oké. Okay. Congratulations to the winners. And now bets are open. Can I place your bets? Top winners. Dat scheelt weer iets. Zo moet je af en toe wel een keer je nummertje kunnen pakken. And again, I'll remind you with our hot numbers. Moet ik nog geluk hebben, want ik heb op eentje 3, op 4, 2 en op 4, 1. Ik had nu geluk dat hij op 2 viel. 21 is nog steeds het beste. Kom op, toe. Ik heb nog niet één keer dat nummer gehad. 25, kom op. Dan is hij net opgevallen, denk ik. Oh nee, het was 24. 25, 100 keer. Doe het. 25, nee. 22. Die heb ik ook, denk ik. Ja, ook weer 60 euro. Ook weer 2 op. Dan kom ik een beetje terug. Zo gaat het leuk. Die 25 was leuker geweest. And hello again to our new players. Welcome to Unibet. And please be reminded that you can use the auto play option. Even though how busy you are, you can still play the game. Let's start close. Good luck. Pussy and come on. Yes, come on. I would love you guys to win something. 5, 13 and 15, all of them 100 X's. Vinia. Winning number 33, black, high number, odd number from tier section. Congratulations, winners, and now place your bets. But the time is open, and top winner Chico.
Ja, het gevaarlijke hierbij is dus dat het... En dat doen ze bij Evolution Game heel goed. Ze spelen gewoon in op de hoop, op die 500 keer. Dat trekt natuurlijk aan en het is ook veel aantrekkelijker dan normaal roulette. Maar zodra je een aantal keer aan het spelen bent, merk je ook dat het echt niet zo makkelijk is om die multipliers te pakken te krijgen. Nou, je ziet het al, het is mij nog in één keer gelukt om überhaupt al op het nummertje te vallen. Op een of andere manier komen ze er allemaal precies naast. Maar goed, als je toch al roulette wil gaan spelen, waar je normaal dus maar 35 keer je inzet kan pakken, dan zou ik altijd kiezen voor de Lightning Roulette. Winning number that is 8 flag. Even number, first dozen. Bets are open, place your bets. Top winners are last one. En ondanks het feit dat die minuscule minder uitbetaalt dan het reguliere roulette, is dit gewoon helemaal leuker. Er zit gewoon veel meer spanning aan. En elke ronde is wat dat betreft spanning, omdat je elke keer hoopt. Wordt er een multiplier aan mijn ding gekoppeld en zo ja, dan wordt het helemaal spannend. Ik heb nog niet echt het geluk gehad. 13, 36, weer ernaast. En als je dat 10 keer hebt, dan kan het dus heel snel gaan. Hey. Winners are 11. Good job. Oké, so in here zero again. You guys really love the zero or the zero. Dat was geen win. Okay, bets are close. Het is niet dat het soms switchen scherm en dat is niet omdat ze dan vals speelt wordt door Evolution Gaming, maar dat is meer op mijn internetconnectie kan het dan niet helemaal aan, denk ik. Ik zit nu ook even op een andere locatie dan normaal. Ja, dat bedoel ik. Dat is ook even. Ik moest ook even wennen met het inrichten van mijn equipment, om het zo maar te zeggen. 19. Kom op. Ik zie hem neerzitten. Oh ja, daar. Net naast die groene. Oh, het iets verder door moet rollen. Winning number 36. Red high number. Oké, we doen het twee keer. Ik heb gewoon geen geluk vandaag. Thomas, Ambuno, Glenwich en Milliot. 2 reds in a row, 1 high and 1 low. And what do we have in here? The zero is totally bling bling, shining and dancing. Ja, bling bling. Ik had zo'n grappig hoe die Chinezen dat zeggen. Maar op zich is het heel netjes. Het lijkt me ook geen leuke baan, omdat de hele dag kan ik een uur lang of zo, dat ze daar staat om aan elkaar te lullen. 23, die heb ik denk. Ja, 23, kom op, doe het een keer. 50 keer, maar is niet heel veel. Nou, nee. En 21, 25 was ook goed geweest, hè. Eindigt hij precies middenin. Hallo to our new players again. It's so nice to keep on seeing new players in here. And thank you for joining us, okay? I hope you will have a great time. Okay, dit is de laatste keer dat we het zo doen en dan gaan we nog één keer alles of niet spelen. Lightning numbers. Kom op. We have two lightning numbers, 6 and 35, and both of them 50. Nee, het is lastig en het klinkt allemaal spannender dan het eigenlijk is. Als je inziet dat de kans allemaal wel heel klein is. 24, dan kom ik goed weg. 30 euro. Maar ik ga toch gewoon. Ja, alles. Ik zei 21. 22. En 19. Dus 20 doe ik ook. 19, 20, 21 of 22. 5 euro de stuk, dus dan wordt het meteen echt dikker als daar een multiplier aan gekoppeld zit. Maar goed. Kom op, 19, 20, 21, 22. Ah! Nou, gewoon erop vallen is ook goed, hè. Dan ben ik al 30 keer, is dat 150 euro. 26, oh man. Dat is wel in de buurt. Hierna doen we nog één keer en dan is het finito. Buno, Dan en Rody. Let me remind you guys with the autoplay option in case you forgot about it. Also, the hot numbers are 0, 28, 20, 7 and 9.
numbers are close. Good luck. Time for the lightning round. Are you guys excited for the lightning numbers? We have three lightning numbers in here, 12, 27, and 30. And under 30 and 12, 100 exit. Je hebt 36 getallen. En dan, als je geluk hebt, drie van die lightning viertjes. Allerlaatste keer. Dus dan is het 36, is 1 op 12. Kans 1 op 12 dat, dat er een multiplier aan jouw muntje wordt gekoppeld. Ongeveer dan, hè? Bets are close, the best of luck. Time for the lightning round. Rudy saying 7 beer. 2 zuid, dus niet veel. I love that 7 as well. 19 en 14. Nee, kan al niks. Hooguit een prijsje. Oh, ja, 21. Winning ja, 150. Oké. Okay. Oh, was dik geweest daar een multiplier aan wat, hè? Nou, dan kan ik nog één keer. Of twee keer, dan eindig ik op 900. Dan ben ik ongeveer een, ik weet niet hoe precies kwijt, ben ik niet heel veel kwijt geweest. Kom ik goed weg? Ja, dat is het voordeel als je dan wel iets groter inzet op één nummer. Dan ben je ook meteen een leuk bedrag. Ah, 19. Ja, 19 heb ik. 100 keer. Oh, kom op. Dat is €500, hè. 19. Ah. Ik ging net ook te snel om het echt spannend te laten lijken. Want ik moet eerst altijd zoeken waar die 19 zit. Laatste. Echt de allerlaatste, of ik nou win of verlies. Zo moeilijk, hè, want er wordt helemaal niet gechat en zij moet maar blijven horen. Nee. Helaas. Wel 500 keer, zie je dat? 27 zou dat zijn. Kom wel in de buurt. Helaas, dat was het. Ik houd het voor gezien. Als je ziet, ik heb nu het is 20 minuutjes gespeeld of zo, misschien zelfs wel meer. En in één keer heb ik die Lightning Roulette 4 of Lightning Link 4 gehad. Hij is wel een paar keer op mijn nummertje. Aan mijn nummertje gekoppeld, maar uiteindelijk viel het balletje er vervolgens niet op. Ik heb ook nog niet andere spelers gezien dat er een balletje op dat uiteindelijk een multiplier is gevallen. Dus ja, je ziet wel, je moet en die multiplier krijgen en dan moet het balletje er ook nog op vallen. Dus eigenlijk dubbel zoveel geluk hebben. Of twee keer geluk achter elkaar en dat is eigenlijk op nul. Dat is grappig. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Tegelijkertijd is het wel verslavend. Dus qua beoordeling vind ik het heel lastig. Ik vind het wel heel leuk verzonnen. Je kan zeggen wat je wil, maar de roulette was al jarenlang, ik denk al, een van de oudste casinospellen ter wereld. En wordt trouwens ook nog steeds een van de populairste casinospellen van de wereld. Er wordt nog steeds meest gespeeld. Maar er heeft nog nooit iemand een manier gevonden om het oude traditionele roulette op te kunnen pimpen naar deze tijd. En dat is Evolution Gaming echt wel gelukt. Dus alleen daarvoor al krijg je eigenlijk al pluspunten. Maar toch ga ik het geen super beoordeling geven. En dat is meer omdat het zo gevaarlijk is. En de kans dat je uiteindelijk die multipliers wint zo klein is. Ik wil niet zeggen dat het gebakken lucht is. Maar het is gevaarlijker dan je denkt. En je verliest er over het algemeen meer mee dan dat je wint. Ja, ik zou gewoon aanraden, als je al roulette wil gaan spelen en je dat sowieso bij een online casino wil doen, kies dan voor Lightning Roulette, omdat dan maak je in ieder geval kans op die grote multipliers. En dat is in ieder geval beter als de traditionele roulette. Maar voor alle anderen zou ik zeggen, want het is vooral een leuk spelletje voor tussendoor om te spelen als je een keer een leuke winst hebt gehaald. Of om een ronde of 10 mee te spelen en dan hopen dat je in die 10 rondes een keer toevallig die multiplier eraan gekoppeld hebt. Maar focus je niet te veel op die 500 keer.
Want die ga je gewoon niet heel snel winnen. Dan moet je echt gewoon ultra geluk hebben. Dus ja, vandaar mijn... vandaar dat ik Lightning Roulette geen topscore gegeven, maar het is zeker wel een leuk spel. Dus Lightning Roulette van Evolution Gaming krijgt mij 3,5 ster. Yo! Best